Tijdens wachten heb ik heel veel gelachen met de sekspoppen die jullie op kantoor hebben en zo. Ja, Dat oh ja. is ook een leuke toevoeging. Ik ben in de pornowereld gedoken omdat ik het superbelangrijk vind dit verwaarloosde onderwerp op de kaart te zetten. Voor een veiligere werksfeer voor iedereen in de industrie en voor meer bewustzijn onder porno-kijkend Nederland. Zelf een ethische pornofilm maken was eigenlijk de enige manier om achter alle valkuilen te komen en ook jullie mee te nemen in dit hele proces. En my god, een proces, dat was het zeker. Maar ik had nooit gedacht dat het ook echt zou lukken. En dat ik het zo geweldig zou vinden. Mijn eerste eerlijke, ethische pornofilm is gewoon een feit. Maar hoe kijken de acteurs erop terug? En wat vinden ze van de film? Het is tijd voor een rode loper en een aftertalk. Nou, ik wil eigenlijk zonder verwachting erin gaan en me totaal laten overrompelen door hoe het eruit ziet en wat de voor gevoelens bij mij naar boven brengt. Het gaat niet echt een pornofilm zijn, ook niet, denk ik. Ik ben heel erg benieuwd naar de reacties van de performers die erin hebben gezeten. Of ze het zelf heel mooi vinden, of ze er zelf heel erg tevreden mee zijn met het resultaat. Ik denk het was een heel leuk idee. Er zijn volgens mij ook heel mooie beelden en ik denk dat het gewoon allemaal heel mooi gaat uitgedraaid zijn. Ja, ik verwacht dat het eigenlijk hele mooie beelden worden. Dat is wel een beetje wat me verteld is van tevoren. En ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig om te zien hoe die eruit gaat zien. En ook de twee verschillen tussen de twee pornofilms in, zeg maar. Oké, komen jullie binnen? Fijn dat jullie er allemaal zijn. Gwen, wil jij ook even bij me komen staan? Mag ik even één applausje voor Gwen die deze fantastische scènes in elkaar hebben gedraaid? Het was een achtbaan, vond ik, om nu voor het eerst zo deze pornofilm te mogen maken. Maar jullie hebben me echt ontzettend veel vertrouwen gegeven en veiligheid en ook heel veel liefde. Dus daar ben ik jullie heel erg dankbaar voor. Ja, ik hoop eigenlijk dat al die ethische shit er ook voor zorgt dat het gewoon heel geil is om naar te kijken. Maar heel erg bedankt voor het vertrouwen, de veiligheid en nu hoop ik op heel veel geiligheid. Licht uit. We zijn er klaar voor. Yes. Yeah. Woo! Oh. Oh. Okay. Wat waren jouw gedachten toen ik jou belde voor een ethisch geproduceerde pornofilm? Het eerste wat ik dacht was, wauw, echt? Ik denk sowieso dat dat goed is voor de industrie, dat is één. Echt zoiets van wauw, dat vind ik echt heel tof om aan mee te werken. Ik vind het heel goed om het daar ook over te hebben in general, zeg maar. Zeker omdat er zo'n stigma zit op de porno-industrie natuurlijk. Ik vond het eigenlijk wel spannend, het idee van mensen die dit nog nooit gedaan hebben, die dit nu wel eens op band willen zetten. Hoe kijk je een beetje terug op de dag? Eerst een paar uur wachten. Nee, wel lachen. Nee, dat is oké. Het was heel leuk. Ik bedoel, ook tijdens wachten heb ik heel veel gelachen met de sekspoppen die jullie op kantoor hebben en zo. Ja, dat is ook een leuke toevoeging. Wij zitten daar volle 100% in. Dus voor jullie is dat nieuw, voor mij is dat niet nieuw. Maar ik vond dat jullie dat wel goed aangepakt hebben. Ik voelde me heel veilig, heel fijn. Ik had ook echt het idee dat jullie luisterden naar ons, naar onze ideeën. Als we water nodig hadden, zoiets simpels. Ik vond de films doen vond ik al heel erg leuk. Ik vond de concepten die jij bedacht, dat vond ik heel leuk. En überhaupt om gewoon lekker met iedereen te kunnen kletsen tussendoor. En er was eten, er was drinken, er was, weet je, het was gewoon heel erg gezellig. En hoe vond je het om te werken met een intimiteitscoördinator op de set?
Ja, ik heb eerder al met de intimiteitscoördinator gewerkt. En ik vind dat zelf altijd extra fijn. Omdat je van tevoren met nog iemand anders erbij bespreekt wat je grenzen zijn. Wat je die dag wel wil doen, niet wil doen. Want dat voelt natuurlijk elke shoot weer anders. Want de ene keer zit je wel fijner in je vel en de andere keer niet. Ik vind het heel fijn dat er over grenzen gesproken zijn. En dat er ook alle ruimte was om ook de mindere dingen ervan te bespreken. Hier werd het mij gevraagd. En meestal is het iets wat ik zelf moet doen. En dat is wel een extra drempel om te zetten, zeg maar. Ik vraag sowieso zelf al aan mijn medesterren op voorhand wel eens van hoe en wat. Dus ik heb daar niet nood aan. Ik denk wel dat er altijd wel eens gewoon iemand extra dat gewoon losstaat van alles is gewoon wel fijn. Normaal gezien, als wij op een set komen, dan wordt er kort samengevat op 5 minuten wat er gaat gebeuren. Ja, meestal de regisseur zelf zegt wat wij moeten doen. En die weten ook wat wij wel en niet doen. Ik vond dat dat voor mij niet moest. Ik zou zeggen, de dag duurde wel erg lang. Maar ja, het was ook een eerste keer. Ja, op zich, ik heb wel genoeg pauze gehad en zo. Dus dat was dan, vond ik wel weer heel erg netjes. Dat ik gewoon tussendoor echt even mijn momentjes kon hebben. Alleen misschien zo het uitlopen. Dus ik had er op zich geen probleem mee, maar dat is wel... Als ik één ding moest benoemen, zou ik dat benoemen. Voor onze scène waren de douches best ver weg. Je moest helemaal verdiepingen naar beneden en dan een hele lange gang door. Dus je moest heel die afstand lopen met alleen je badjas aan. Een zachte bank in plaats van de harde tafel. Die harde tafel, ja. Zou wel leuk zijn. Ja, we zaten wel een beetje vast aan die directietafel, maar ik heb inderdaad niet aan jouw knieën gedacht. Maar voor één keer was dat goed. Oké, zullen we buiten even ontluchten met een drankje? Fantastisch. Dit is oprecht de beste films die ik van mezelf gezien heb. Ik vind het veel mooier dan dat het, wat ik van tevoren had verwacht. Van tevoren, ik stond ook achter de camera, was mee in kijken. Hier en daar dacht ik van, oh, deze shot kan je meepakken en zo. En ik zag het resultaat er wel erop, weet je wel. Maar ik dacht van... Toen ik het net op beeld zag, denk ik van, hebben ze dit gemaakt? Ik was onwijs zenuwachtig, maar eigenlijk tijdens de film merkte ik al dat zij er zo lekker op gingen. En ik weet niet, ik hoorde ze gewoon af en toe hoorde ik ze zeggen van, oh my god, dit is zo geil en dat soort dingetjes. En ik merkte ook dat die meiden ook echt heel erg blij waren met hoe ze erin zaten. En ze vonden zichzelf mooi en knap. En ja, ik denk dat zijn voor mij echt de belangrijkste dingen. En als die zijn gehaald... dan moet dit toch ook gewoon geil zijn. Het was heel uniek, het was heel mooi. Ook de muziek, hoe jullie de beelden hebben gedaan, heb ik nog nooit gezien. Ook met de Golden Hour en zo. Ik vond het vernieuwend. Ik ben eigenlijk heel tevreden van wat ik gezien heb. Ja, ten eerste vond ik het supermooi. Ik vind dat iedereen er heel mooi en... Hoe zeg je dat? Ik wil niet zeggen het woord gevoelig, maar authentiek en echt... opstaat. Like, je ziet ons als echte mensen. En ik vond het gewoon heel mooi dat we waren allemaal mens. En dat maakte het juist prachtig. Een adertje in het gezicht, omdat ja, je bent bezig met seks. Maar er zijn zeker punten voor verbetering. Maar ik denk voor de eerste keer dat ik voorzichtig kan zeggen dat ik blij ben met hoe we het hebben gedaan. Moest je nou ook een traantje laten? Nee, ik moest geen traantje laten, maar ik vond het wel gewoon ja, ontroerend om te zien hoe dat jullie de energie hebben ingestoken. En zeker met zoveel mensen natuurlijk. Er is mijn liefde aan gewerkt, dat vinden we wel leuk. En nu kreeg ik wel een traantje. En stel, we zouden nog een film maken. Zou je daar dan in mee willen spelen? Nu dat ik zie wat jullie doen met jullie beelden, zou ik dat zeker nog eens willen doen. 100% zeker. Ik zou gelijk ja zeggen. En de reden daarvoor is omdat ik het heel erg belangrijk vind. En ik vind het ook heel erg tof dat jullie dit soort porno willen maken. Als spijt in het slikken. En dat een film wordt gemaakt voor de mensen om naar te kijken. Omdat ze dit ook als porno kunnen zien. In plaats van andere mogelijke porno die gemaakt wordt in Nederland. Zeker, zeker, zeker. Hoef mij altijd bellen. Ja, 100%. Hoef niet eens over na te denken. Ik doe mee. Ja. Absoluut, 100%. Heel graag. Please ask me. Hopelijk kijk jij nu voortaan ook anders naar porno. Vraag je je af waar deze vandaan komt en hoe die is gemaakt? Ga je op zoek naar productiebedrijven die dit belangrijk vinden? Want die zijn er dus. Ben je bereid om ervoor te betalen? En kijk je niet langer neer op de mensen die in de porno werken. En ook al gaat het echt niet slecht met onze eigen kleine porno-industrie, het is geen gek en eigenlijk best fijn idee
om een onafhankelijk vertrouwenspersoon, een intimiteitscoördinator, op set te hebben. En dat kan ik je verzekeren als kerstverse maker. Toch net dat extra stukje veiligheid. Better safe than sorry. Oké, en ook al klinkt het echt niet sexy, ethische porno is gewoon voor iedereen lekkerder. Zowel pornoster als consument. Want zeg nou zelf, er is toch niks lekkerder dan een potje masturberen zonder schuldgevoel?